Goedendag meester. Ja, mijn naam is Henk de Hoorn. Ik heb hier voetbal bij Grun en bij Veendam. Lang leven. Ze hebben mij vroeg van FC Grun TV om wat sterke verhalen te vertellen over wat er gebeurd is in de Grunninger voetballerij. Meester, wie gaan beginnen? Hoi! De vroeger over onze alle trainer Rob Jacobs. Eind 80 jaar was Rob Jacobs hier trainer bij FC Grun. Rob komt uit Westen en ja, we hebben niks op meeste tegen uit Westen. Maar het is allemaal een beetje pro. En we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan dat doen. Nou, al die mensen denken van nou, dat wordt wat jongens, dat wordt een wereldseizoen. Maar wat er gebeurt? Al mogen een wereldseizoen. Nog 6-7 wedstrijden stonden we stief onderaan. 6 verloren. Ongelijk spul, nooit goud. En met Rob Jacobs ging het ook nooit goud meester. Rob, die draaide met je deur. Dus ook die middag weer in het Oosterpark, weer verloren. En om 6:15 kwam bij toe, zijn Chilon. En nog een kwartier voor Studio Sport begint, ga nog even met honden naar jou. Dus. Rob Jacobs aan de wandel, de Zalapso, de Zuloor neer, het is Steve Zuim ongeveer. En dan komt dus de buurman tegen. Hey buurman, goedendag Jacobs. Jammer hè vandaag. Ja, een beetje pech buurman, we hebben wel een beetje pech gehad hoor. En hou eens met jou in, vraagt de buurman. Ja, is goed. Maar wat ben je on down? Vraagt de buurman aan Jacobs. Nou, zegt Jacobs, ik ben met de hond aan de wandel. Oh, zegt de buurman. Maar waar is die hond dan? Was is hij nou vergeten? Oh, mensen. Hoi. Wat kou. Oi.